Goedemorgen en welkom bij een nieuwe gamevideo op de zondagochtend op mijn YouTube-kanaal. Leuk dat je weer bij bent en ik heb wat leuks in de planning staan. Na aanleiding van feedback van jullie was het idee om een Legacy Family te starten. En omdat we net een nieuwe pack hebben gekregen bij The Sims, wil ik graag starten in een nieuwe pack. Dus dat is The Sims 4 te huur. Ja, dat zeg ik goed. En we gaan een familie maken. En alle opvolgende content op mijn kanaal zal uit deze familie voortbloeien. Dus ik ga man en vrouw maken die een hotel gaan runnen. Laten we meteen beginnen. In deze aflevering gaan we dus eerst de familie maken. Die bestaat uit een ouder, twee ouders. Gaan we daar een kind bij doen? Nee, die gaan zwanger raken en zo. Dus we starten deze serie met het maken van een legacy family. En dat bestaat uit een man en een vrouw. En ik ga door middel van een verhaal, door deze persoonlijke quiz ga ik deze sim maken. Leuk verhaal, maar we beginnen met een leuke quiz. Na afloop kun je uiterlijk wachten. Oké. Jong volwassenen. Oké, die hebben we. We hebben een dokter, blijkbaar. Dat had ik niet verwacht. Nou, laat ik de voornaam. Ik heet zelf Van Soest. Is mijn achternaam, maar mijn meisjesnaam is Koolhout. Dus ik dacht, misschien kunnen we die twee combineren. En noemen we ons Koest. Koest. Hè? Koolhout en Van Soest. Koest heet onze Legacy Family. Wat is de voornaam van deze dame? Koest. Laten we een Linda maken. Linda Koest. Zij is... Even het verhaal kijken. Ze is dus een dokter. Ze heeft de vaardigheid, handigheid en charisma. En het startkapitaal is hoog. Super. Ze is volgens mij vegetarisch, ambitieus en een nerd. Helemaal leuk. Ik vind dit kapsel eigenlijk wel passen. Ik vind die kleur haar ook wel... Ja, ik vind het eigenlijk helemaal een top madammeke. Ik maak haar iets slanker, want ze moet nog zwanger worden. En dan worden we vanzelf groot. Dan ga ik eventjes een leuke outfit instellen voor onze Linda Koest. Ik vind het wel leuk dat haar lievelingskleur is geel. Dus dat kunnen we misschien ook wel... Oh, dat kunnen we dat aangeven? Nee, dat kan niet. Een lekkere broek hierbij. Oh ja, dit is helemaal hoe een dokter zich zou aankleden, toch? Ja. Dan gaan we deze outfit. Dit is een zakelijke outfit. Nou ja, dan doet ze toch wel een jurk aan. Is dit een jurk voor... Ja, ze houdt van geel. Maar deze heeft ook gele streepjes. Dus ik vind deze eigenlijk wel leuk. Met een laag hakje. Maar die moet wel... Ja, deze zijn wel heel leuk natuurlijk. Dit zijn goud. Eigenlijk zouden deze mooier zijn. Ik wil eigenlijk in die kleur van dat riempje. Dus daar ga ik eventjes naar zoeken nu. Dat is een beetje zalmkleurig, hè? Is het deze? Nee, het is een beetje zalmkleurig. Oeh, dat wordt nog een uitdaging. Oh, deze zijn ook mooi. Als ik er... Anders wordt het deze... En deze komen echt bijna overeen, maar net niet. Nee, het moeten wel hakken zijn. Hey, zie ik hier een zalm? Nee, dan worden deze omdat die gewoon mooi zijn. Ik denk wel dat ik haar blauwe ogen ga geven trouwens. Oh, dat waren niet haar ogen. Haha.
Dit ben ik dan, hè? Mijn alter ego is dit. Kort haar. Oké, dan gaan we sporten. Dat doen we in... Wat is dit, joh? Oh, een soort kunstschaats. Ik vind die schoenen wel heel lijp. Lijp vet. Ik denk dat zij sport in een korte broek. Haar lievelingskleur is uiteraard geel, dus ze gaan voor geel. Met een goede, leuke top erop. Zit te kijken, welke pack is dit? Oh ja, dit is een nieuwe pack, toch? Wat is dat? Dat huisje, dat is toch... Nee, dat is niet de nieuwe pack, dat is deze. Ja, er zit niet echt een gele bij. Dus ik ga voor deze. Dat ziet er leuk uit nu. Oké, ze slaapt in een... In een overhemd. Nou, de feestelijke outfit. Dan gaan we wel voor een broek bij haar. Een kek broekje zoals deze. Waarom heeft ze ineens gekke neuspiercings als ze uitgaat? Dat is raar. Ze mag van mij wel oorbellen hoor. Ja, dan de zwemoutfit. Ja, ik vind haar wel een badpak type. Ook voor geel. Ja, doen we gewoon. Met een leuke hoed natuurlijk. En zonnebril. Ja, dan de zomerkleren. Oh, dit vind ik wel wat. Alleen de schoenen vind ik echt afschuwelijk. Misschien meer dit. En misschien kunnen we deze jurk ook in een gele tint krijgen. Ja, dat is beter, hè? Een gele tint. Ja, daar gaan we. En dan in de winter heeft ze blijkbaar een bril. Met een... Nou ja, dit is... Wat een rare ring. Die ring is zo gek de hele tijd. Nee. Ringen, die doen we off. Oké, dit is Linda Koest. En Linda Koest is getrouwd met... Oh, jeetje, wat heb ik van dit nou weer gemaakt? Ik vind hem er trouwens heel tof uitzien. Maar, even kijken, ik heb dus... Villa Baron. Nou, dat moeten we nog even aan... Hij heeft een culinaire... Carrière, inzichtvaardigheid, charismavaardigheid. Dat is natuurlijk hun overlappende. Nou, hij heet ook Koest. En hij is Linda en... Linda en... Tarik. Tarik Koest. Tarik Koest heet deze man. Hij is uiteraard getrouwd. Met Linda. Ik vind hem er cool uitzien, maar... Dit is beter.
Dat doel gaan we wel even veranderen. Hij wordt namelijk de vastgoedeigenaar. Hij krijgt dus ook dezelfde kleur ogen als Linda. Ja, weet je, ik vind het wel wat hebben, dit. Doe maar even gekke broek aan. Oh, wacht, dat had je al. Oké, ik vind hem. Oh, wauw, dit is toch helemaal hoe je het wil? Zijn feestoutfit mag wel wat spicier. Dit is wel lekker fout, hè? Appeltjesgroen, waarom niet? Nou, dit ziet er niet uit. Dit ziet er wel grappig uit. Ja, helemaal leuk. En dan voor in de winter. Ja, vind ik dit wel wat. Alleen moeten er boots onder. Rode boots. Dit is Tarik. En hier heb je Linda. En Linda en Tarik zijn happily in love en gaan een hotel besturen. Nee, hoe zeg je dat? Ze gaan een hotel starten met z'n tweeën. Dus laten we gauw beginnen. Maar voordat wij gaan beginnen, ga ik deze video eindigen. Want volgende week gaan we verder met Tarik en Linda Koest. En gaan we kijken wat zij allemaal gaan beleven in hun huis, die we volgende week gaan bouwen. Dus ik hoop jullie allemaal graag te zien bij de volgende video in deze gaming serie. En laat me vooral wat leuks weten in de comments als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je de volgende video. Doei!